Ik ben Jeroen Groot, teamlid van het Project B-team van Society. En vanavond zijn we te gast bij de tweede inspiratiesessie van Project B bij Tweakers. Project B is een studententeamwedstrijd. En de wedstrijd daagt de studenten uit om informatietechnologie in te zetten om het leven van mensen met een beperking te verbeteren. De studenten gaan zometeen hun innovatie presenteren aan de jury. En ik ben heel erg benieuwd hoe ze hun ideeën hebben uitgewerkt. Ja, superleuk project. Ook heel leuk om wat te doen voor mensen met een beperking. Dit is de eerste keer dat we zelf iets mochten verzinnen en uitwerken. En dat vind ik erg leuk om te doen. Nu hadden we de keuze om echt iets te doen waar mensen ook echt profijt van hadden. Spannend ook, omdat het af en toe echt hard werken en heel erg zoeken is. Naar van, welke weg moet je nou inslaan? Maar in het algemeen best wel, daar ben ik wel enthousiast eigenlijk. Elk jaar is het weer een verrassing. En ik ben blij om te kunnen constateren dat de lat elk jaar hoger ligt. Wij zijn eigenlijk pas tevreden als het product compleet werkt en als het product ook gebruikt wordt. Wanneer zijn we tevreden? Ik denk wanneer de gebruiker tevreden is. Wanneer we het zeg maar op de markt kunnen brengen en dat het gewoon volledig werkt en dat mensen gewoon positief zijn en dat het ook echt werkt. We zijn tevreden met het product als we gewoon enkele functionaliteiten hebben ingebouwd waar mensen wat mee kunnen. Er zitten zeker ideeën bij die bruikbaar zijn. Er zijn ook ideeën bij waarvan ik denk, gaat hem niet worden. Gaat niet werken, past niet in het systeem. Die aanpassingen gaan mensen niet doen op ICT-gebied bijvoorbeeld. Maar er zitten er zeker een paar bij waarvan ik denk, die zijn kansrijk. De volgende keer dat we de studententeams gaan ontmoeten is tijdens de finaleavond. En dan komen we erachter wie het meest innovatieve idee heeft van 2017. Wil jij meer weten over Project B? Ga dan naar onze website.